deze week in het depot van Boerhaven maanstof. Deze week is bekend geworden dat de maan levensgevaarlijk is. Het stof dat daar ligt is zo fijn dat het de menselijke longen kan binnendringen en ernstige astmatische aanvallen kan veroorzaken. In Leiden, ik zei het al, hebben ze wat van dat gevaarlijke maanstof gekregen van de Amerikanen. En hier is Bart van Museum Boerhaven om ons daar meer over te vertellen. Bart... Ja, zeker. Hoe gevaarlijk is dit? Nou, dit is gelukkig niet zo gevaarlijk. Het maanstof is netjes omkapseld in een perspex balletje. Maar het beschermt ons, maar het beschermt het steentje ook tegen het aanraken. Het aardige is dat we weten dat de vlaggetjes, die zijn meegeweest... Die zijn op de maan geweest. Ja. En wel tijdens twee verschillende missies. Dit vlaggetje is op de eerste missie tijdens Apollo 11. De Apollo 11 missie. Het is de beroemde maanlandingsmissie geweest. In 69. Ja. En dit is waarschijnlijk, heeft of Buzz Aldrin of Neil Armstrong in zijn handjes gehad. Ja. En is op de maan geweest. Hebben daar... klein beetje maagruis bij gekregen. Ja. Maar in dat vlaggetje zit dus misschien al wat van dat gevaarlijke maanstof. Daar zou van dat gevaarlijke maanstof in kunnen zitten. Ja, je zou je af kunnen vragen van waarom staat het niet in het museum? Ja, want we zijn in het depot. We zitten nu in het depot, inderdaad. En ja, er liggen nogal wat topstukken vergelijkbaar met dit soort voorbeelden hier in deze stellingen opgeslagen. Jullie hebben er gewoon geen plaats voor. We hebben er geen plaats voor. Weten de Amerikanen dat? Dat zij... tot hun cadeau hier in het depot. Ik heb het vermoeden van wel. Now I'm in your basement.